We zijn nu 3 weken verder. We zijn 3 weken geleden bij jullie geweest op de dag van de verhuizing. Hoe ging die verhuizing eigenlijk? Is het allemaal goed gegaan die dag? Prima. Is goed gegaan. Ja. Ben je met auto's weggebracht? Zijn jullie met z'n allen gelijkertijd verhuisd? Of hoe is dat precies in zijn werk gegaan? Ja, we zijn allemaal samen s'avonds verhuisd. Hè? Hoe is die verhuizing eigenlijk precies gegaan? Meegevallen? Jawel, het is heel goed meegevallen. De dag dat de mensen overgingen was ik in de Reuzelhof. Toen hebben jullie ook al opgenomen daar, weet je wel, met die vrijwilligers. En die mensen werden voorzien van koffie en thee en broodjes. En ja, met ontbijt begon het al 's morgens, heel de dag. En terwijl gingen de overhuizers naar hier. En 's middags konden alle mensen fijn in het appartementje. Dat was perfect geregeld. En hoe laat was ongeveer op die dag dat de mensen al hier terecht konden in het appartement? Ja, ik dacht zoiets van 4 uur uit 's middags, ja. Dat was een heel opschuddig hoor, voor die mensen allemaal. Ja, ja, om allemaal. Ja, je werd wel opgevangen, maar toch de verhuizing op zich, dat bracht toch wel heel veel mee. Ja. En hoe is het u bevallen? Heel goed, heel goed. Maar dat had ik ook van tevoren wel verwacht hoor, dat er zou komen, dat ze niet zo graag zouden gaan. Hè? Ja, ja. Maar ik ging wel graag. Ik wist wat me te wachten stond hier. Ja. Hè? Het is natuurlijk een hele grote verandering. De eerste nacht, goed geslapen? Ik wel, maar ik woonde hier al eerder natuurlijk. Hè. Deze huisjes waren allemaal al bewoond voordat hun overkwamen. Dus dat was al geregeld. En dat ging iedere keer als een appartement vrij kwam, dan konden daarop op reageren en dan gingen de mensen over. Dus dat was niet zo druk als heel de Reuzelhof ineens. Ja, ja. Dat was echt perfect geregeld. Ja. Die vraag heb ik ook gesteld aan andere mensen. Heeft u de eerste nacht goed geslapen? Heel goed. Ja hoor. Mijn bedje had ik mee, waar ik daar had, dus dat kon niet missen. Hè? Nee, dat was wel fijn. Ja, dan hoef ik nauwelijks te vragen of u al een beetje gewend bent hier op Stanislaus. Goed, want met de mensen onderling ook wel. Omdat je ook veel daar kende onder elkaar al. En nou zie je ze hier allemaal weer terug, hè. Dus dat is wel fijn. Ja, nee, dat... En het verplegend personeel, dat is gewoon meegekomen? Dat is meegekomen. Ja. Er zijn wel anderen, maar dat maakt niet uit. Hè? Je wordt goed geholpen, van alle kanten. Okay. Ik woonde heel graag op Reuzelhof, maar de huisjes waren erg vochtig. Op de begane grond, als het nat weer was, had je last van de reuzel. Echt, het was heel vochtig. Maar verder was het daar ook mooi. Prachtig in die parkjes op de begane grond. Ja, dat was natuurlijk heel fijn. Hè? Zou je terug willen naar Reuzelhof of niet meer? Ja. Dat kan toch niet? Nee, maar zou het willen? Nee, we zijn tevreden. Het is goed.